de restauratie van het bronsgegoten wapen van de provincie Zuid-Holland. Ja. 3 meter breed. Het is ongeveer 1,60 meter hoog. Weegt 350 kilo. En ik heb hier een kopje koffie erbij gezet, zodat je kan zien op de video een mesje, een stekker, daar een verguld kussen. Zodat je kan zien hoe groot het is. Dus dan ga ik nog eventjes omhoog. Nou, ik heb het geheel ontdaan van de oude verf die behoorlijk slechte kwaliteit was na de jaren. En dan heb ik hem daarna in de grondverf gezet, in de hechtprimer. En dan heb ik hem hoogglans verguld. Wat je daar ziet, hoogglans. De letters heb ik met een letterpenseel heb ik ingeschilderd. Het zijn 3D letters, dus die moest ik rondom ook nog 3D schilderen. De nagels in het blauw. Alles volgende kleurcode van het wapen van de provincie Zuid-Holland. Hoogglans verguld. Super hoogglans verguld. En ik vraag me af of je het op de foto ziet. Want hij schittert zo dat hij misschien wel gewoon te veel licht reflecteert. De tanden en de ogen die zijn met parelmoer geschilderd. Dat is een verf die ik zelf gemaakt heb op basis van vermalen parelmoer. Hier heb je de kroon. En als je die kroon ziet, dan glanst die ook heel erg hoog. De parels die zijn hier ook met parelmoer geschilderd. En dan de juwelen in de kroon. Die heb ik met palladiumblad verguld. Dus dan krijg je een zilveren ondergrond en over dat zilver heb ik een transparante inkt geschilderd, zodat het licht er straks door de transparante inkt gaat, reflecteert op het zilveren kleurige palladiumblad en dan schittert straks in de zon, schitteren die juwelen het licht in je ogen. Dus dat kan maandag opgehaald worden. En dan wordt het gemonteerd op het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. Dus mocht je het ooit eens in het echt willen zien, dan weet je het waar je het kan vinden.